Jordan Botaka, een mooie uitslag hier op Mouscron, 1-3. Ja, daar kan je alleen maar tevreden mee zijn, denk ik. Ja, zeker. Het is de eerste overwinning voor mij op Mouscron sinds dat ik voor Sint-Truiden voetbal. Dus ja, het is wel een heerlijk gevoel, ja. Ja, niet echt in makkelijke omstandigheden, hè, met die mist. Ik denk dat dat het spel wel niet echt bevordert, of zie ik dat verkeerd? Ja, het was inderdaad niet makkelijk. Gelukkig konden we elkaar nog wel zien op het veld, dus dat was wel gewoon goed. Alleen ja, uitwedstrijd op Mouscron is altijd lastig, altijd. En ik zei het ook voor de wedstrijd tegen de jongens, we zijn hier vandaag voor de 3 punten en niks meer eigenlijk. En dan weet je dat je ja, niet altijd mooi voetbal gaat kunnen vertonen. En, ja, goed, het ging ons vandaag om die 3 punten en ik ben blij dat wij dat mee kunnen nemen terug naar Sint-Truiden. Het is ook je tweede officiële competitiewedstrijd op die positie en ja, je lijkt hier wel thuis te voelen. Ja, het loopt niet verkeerd. Heel veel meters moet ik maken. Het is nog steeds een beetje aanpassen, weet je. Mezelf een beetje coördineren, situeren, weten waar ik precies loop. Ik kom daar ook moeilijker aan de bal, laat ik het zo zeggen. Maar ja, goed, het hoort erbij. Het vraagt om veel intelligentie om op die positie te kunnen voetballen. En ja, ik ben blij dat het op dit moment lekker loopt. En als ik hiermee het elftal kan helpen, dan doe ik dat met veel plezier. Ook opvallend, ja, Facundo die in 2 wedstrijden toch wel heel mooie statistieken kan voorleggen. Top statistiek. Ik bedoel, ik heb gezegd toen Wally vertrok dat we die jongen niet te veel druk willen opleggen. Gewoon tijd geven om in zijn element te komen. Maar je ziet het, als je hem een beetje vertrouwen geeft, dan laat hij hele mooie dingen zien. En je ziet het dat hij vandaag met 3 assisten een hele belangrijke pion was voor ons vandaag. En ik hoop dat hij deze vorm vasthoudt en alleen maar verder groeit. En ik ben gewoon heel blij voor hem, omdat hij nu kan laten zien tot wat hij allemaal in staat is. En ik steun hem volledig in zijn manier van spelen.